Een hele goede middag op deze woensdag. Het is 6 april. Ik ben klaargemaakt. En leuk dat je meekijkt naar weer een nieuwe week vlog. Ik heb gisteren eventjes lekker de boodschappen opgeruimd. Ik heb het ook gelijk even naar boven gebracht. Ik denk van is het maar gewoon aan de kant. Anders staat het weer een avond in de woonkamer of in de keuken. Staat het alleen maar voor mijn voeten. Dus ik denk ik breng het gelijk eventjes weg. Dat scheelde me vandaag weer sjouwen. Toen heb ik lekker even gedoucht. Want ik had het wel super koud. Het was wel eventjes heel fijn. Toen heb ik lekker eten gekookt en lekker gegeten. Ik heb gisteravond Married at First Sight gekeken. Het was op zich leuk, maar wat ik heel vervelend vind, er is één koppel, dat zijn twee jongens. Ze zijn getrouwd, ze passen echt ook wel heel goed bij elkaar, wat ik er zo van zie. Tenminste, wat op tv uitgezonden wordt. Je weet natuurlijk niet hoe het buiten de camera's omgaat. Maar die ene jongen zegt continu, het is mijn man. Het is mijn man. Nou, als je dat 5 keer in een uitzending zegt, ik had op een gegeven moment zoiets, als je dan nog een keer zegt, dan krijg je een ram. Ik was er zo klaar mee. En hij doet het elke uitzending weer. Ik vind het echt hartstikke leuk dat je enthousiast bent, hoor. Maar even iets minder, weet je wel. Het mag echt wel eventjes iets minder. En niet continu herhalen dat je getrouwd bent. Het begint me echt zo te irriteren. Nou, daarna heb ik eigenlijk de vlog in elkaar gezet. Of in elkaar verder afgemaakt eigenlijk. Ik heb mijn foto's lekker bewerkt. Dus dat is ook allemaal klaar. Toen ben ik verder gegaan met de Netflix serie. Echt super spannend. Er zijn er echt een heleboel dingen niet in de haak. Dus ik ben echt wel heel erg benieuwd hoe dit afloopt. Maar ja, ik weet eigenlijk niet eens hoeveel afleveringen deze serie heeft. Maar ik denk zo'n 10. Maar eigenlijk kan ik daar beter geen uitspraak meer over doen, want ik vergis me daar nog wel eens in. Daarna heb ik Flikken gekeken, dat was ook wel weer leuk. Ik heb mijn boek alweer bijna uit. Dan heb ik nog één boek in deze reeks en dan ben ik ook daar weer doorheen. Ja, dat was het ook eigenlijk wel. Ik ga zo meteen hier even de woonkamer doen. Dan ga ik daarna beginnen aan de nieuwe doodles. Daar zal ik jullie even bij zetten. Want ja, die staan online en daar kan ik lekker aan beginnen. Ik wil van de week echt even de vriezer ontdooien, want die is echt heel erg toe aan een ontdooibeurt. Dus ik denk dat ik dat vrijdag eventjes ga doen, denk ik. Dus ja, verder eigenlijk niet heel veel te vertellen. Dus ik ga nu eventjes mijn muziekje aanzetten, eventjes sop maken en zo. En dan ga ik eventjes lekker de boel doen. Dus dan zet ik jullie er straks bij als ik de doodles ga tekenen. Hier worden de laatste brokjes nog weggesmeld. Ik heb even lekker doodles getekend. Ik ben tot doodle 7 gekomen. Dus eigenlijk tot morgen. Dus op zich ja, best wel tevreden. Was ook wel leuk, maar het zijn wat moeilijkere doodles. Want ja, ik kan ze wel even bijpakken.
Dus ook weer heel veel volgens mij met plantjes wat ik zo heb gezien. Ja, veel bloemen, plantjes, potjes. Dus ja, dat vind ik altijd wat moeilijker. Maar op zich ook wel weer een uitdaging om te doen natuurlijk. Maar wel tevreden dat ik alweer tot doedel 7 ben gekomen. Ik heb net even een batterij ook straf net. Straks heb ik een nieuwe batterij in mijn klok gedaan. Mijn klok hier die liep achter. En niet zo'n klein beetje ook, want die stond echt letterlijk op 3 kwartier achter of zo. En ik heb hem van de week al een keer goed gezet. Maar toen liep hij dus weer snel achter. Toen dacht ik, nou dan zal het de batterij wel zijn. Dus ik heb er nieuwe batterij in gedaan. En inderdaad, nu loopt hij gewoon weer goed. Dus dat is altijd wel fijn. Altijd als ik aan het vloggen ben, moeten hun op die kattenbak. Ik weet niet wat dat is, jongens. Volgens mij is het gewoon pestbaasje. Nou, de woonkamer is lekker schoon, dus dat is verder ook wel fijn. Ik ga zo even lekker relaxen. Dan ga ik straks douchen en eten. Vanavond begint het nieuwe seizoen van Verslaafd. Vind ik altijd interessant, dus dat ga ik kijken. En daarna ga ik De Slechtste Chauffeur kijken, want dat begint ook vanavond met het echte seizoen. Dan vorige week was een soort van aftrap om te kijken wie er nog mee ging doen. Vind ik ook altijd wel leuk om te zien. Verder moet ik nog even een thumbnail maken voor de vlog en mijn blogpost schrijven. Dan kan ik de vlog ook mooi inplannen. Ga ik lekker verder met de Netflix-serie en ga ik flikken kijken. Dus eigenlijk ook niet heel erg veel spectaculairs. Ik heb de verwarming een tikje aangedaan, want ik kreeg het een beetje koud. Dus kan ik ook lekker een beetje opwarmen en dan gaan we hier gewoon nog even lekker relaxen. En dan ga ik jullie ook gewoon morgen weer zien, want ik ga verder niks meer doen. Dus ik zou bij deze zeggen tot morgen. Een hele goede middag op deze donderdag. Het is 7 april. En het lijkt wel herfst buiten. Ik ben klaargemaakt. Het waait heel hard. Het regent weer met tijden. Het is momenteel even droog. Maar het is gewoon koud. Ik heb al even mijn sportroutine voor jullie gefilmd. Dus die beelden zal ik hierna even plaatsen. Gisteren belde Nathalie mij even. Die FaceTimede mij. Vond ik heel bijzonder. Want Nathalie is super ziek. We hadden elkaar al eventjes niet meer gezien. Februari was voor het laatst. Natuurlijk wel gewoon gesproken. Maar echt fysiek gezien was in februari. We zouden elkaar dit weekend gaan zien. Maar doordat zij dus eigenlijk al zo ziek was, heeft ze gevraagd of we het konden verplaatsen. Want ze wilde heel graag komen. Dus ik zeg, nou is goed. Dus dat hebben we naar volgende week verplaatst. Maar ze heeft dus corona. En zij is er echt heel ziek van. De meeste mensen waarvan ik het weet die nu corona krijgen, zijn er niet zo heel ziek van. Ja, mijn oma is er heel ziek van geweest. Maar ja, is misschien ook anders, omdat hij natuurlijk ook al een leeftijd heeft waarvan het ook wat trickier is. Maar Nate is er gewoon echt hartstikke ziek van. Maar ze nam toch even de moeite om mij te facetimen. Normaal gesproken zagen we elkaar eigenlijk iedere week even via videobellen als ze bij mijn moeder was. Maar tegenwoordig is het wat veranderd op haar werk, waardoor zij op maandag niet meer bij mijn moeder blijft slapen en het te hectisch is om te videobellen. Dus ze waren lekker op bed, Lente en Nathalie. En Lente moest eerst even de kat uit de boom kijken, want het was toch wel weer even spannend. Maar al snel begon ze ook te lachen en kreeg ik een high five en een box. En ging ze een kussentje op haar hoofd leggen. Ze ging zelfs even lekker in de kussens liggen op bed. Ja, waarom niet? Hè? Als je in het grote bed van papa en mama ligt, waarom zou je even niet in de kussens gaan liggen? Ze ging staan. Dus ze was al snel weer het klauwtje wat ze altijd wel is. Ik kreeg zelfs een handkusje. En ja, we hebben Nathalie ook even gepraat natuurlijk, maar ze klinkt ook gewoon echt super ziek. Ik heb ze een kaartje gestuurd afgelopen dinsdag. Ik heb nog niet gehoord of die aangekomen is. Ik vind het wel heel moeilijk, want ze hadden echt geen kaartjes met beterschap. Ik heb gekeken bij de boning, toen hadden ze niks. Heel veel thema's, verjaardag, deelneming, nieuw huis, geboorte, maar geen beterschap. Toen ben ik even bij de Zeeman gaan kijken. Daar heb ik een kaartje gevonden. Het was een blanco kaartje met een katje die wel ballonnetjes om zich heen had. Maar ik dacht, ja, een dier is altijd leuk. Dus die heb ik opgestuurd, maar de post heeft bij hun wat vertraging. Dus ik hoop eigenlijk wel dat die vandaag of morgen aankomt. Dus dat. Ik heb verder gisteravond Verslaafd gekeken. Was wel een hele mooie uitzending. Deze jongen was al heel lang verslaafd. En je zag hem ook eigenlijk in de loop van de uitzending, toen hij eenmaal zeg maar in rehab ging, om het maar even zo te noemen, ook dikker worden. Dus hij ging er ook beter uitzien.
Deze uitzendingen duren nu een uurtje, wat ik op zich wel lekker vind. Want het vorige seizoen was geloof ik 1,5 uur. En dat vind ik dan soms net lang zat. Maar ik vond het ook wel wat meer afgerappeld in een uurtje. Maar op zich een mooie uitzending. Daarna heb ik De Slechtste Chauffeur van Nederland gekeken. En daar blijf ik met stomheid naar kijken. Dat ik denk, hoe hebben deze mensen hun rijbewijs gehaald? Ik denk bij een pakje boter gekregen of zo. Want deze mensen kunnen echt niet rijden. Die ene meid ook, die liet hem achter elkaar afsluiten. Ik denk, hoe kan dit? Maar goed. Ik heb eventjes een thumbnail gemaakt. Ik heb mijn blogpost geschreven. Toen ben ik lekker een Netflix-serie gaan kijken. Die wordt ook steeds spannender. Ze brengen zichzelf steeds in grotere problemen. Dus nou, dat heeft nog wel wat voeten in de aarde. De uitzending duurt, zijn 13 afleveringen zijn het. Dus nou, en daarna had ik Flikker. Dus dat was het ook. Mijn boek is uit. Ik ben nu met het laatste deel bezig. Dus op zich een prima avond. Ik heb een pakketje binnengekregen. Die ga ik even met jullie uitpakken. En daarna ga ik even stofzuigen en ga ik dingen klaarzetten om een video voor zaterdag op te nemen. Dus ik ga jullie eventjes neerzetten en het pakketje pakken. Zo, ik heb een doos van het kruidvat. Want ik heb namelijk iets gekocht. Kijken of het nog niet interessant is. Ik heb namelijk super trash sneakers gekocht. Tijger, wil je er even af? Ik had deze gezien en die vond ik er wel heel erg leuk uitzien. En je had ze in het wit met goud en wit met zwart. En ik heb de wit met zwarte. Kijk, ook die zool, hij is lekker dik. Ik vind ze wel heel erg tof. Ik heb ze in maat 40, ik moet ze even passen. Dit is van Lac, ik vind ze echt super leuk. Ik heb hier al een truitje van en ook een tasje. Die vind ik eigenlijk wel heel fijn. Ik vond deze sneakers gewoon heel erg leuk. Ik zal ze even aantrekken. Bij deze outfit gaat het er totaal niet uitzien, maar dan kunnen we even zien hoe ze staan. Nou, zo zien ze eruit. Als ik ze aan heb, zoals ik al zei, ziet er bij deze outfit echt totaal niet uit. Ik vind ze wel echt super leuk. Ja. Gewoon echt een leuk sneakertje. Dus ik ben er wel heel erg blij mee. Ze zitten ook lekker. Ik vind echt dit heel leuk. Wat ik ook heel leuk vind, dat zal ik zo meteen eventjes laten zien, dat er hele kleine S'jes op staan. Dus dat zal ik eventjes laten zien, maar ik vind ze wel echt super leuk staan. Kijk, als je hier heel goed kijkt, zie je allemaal kleine S'jes staan. Ja, ik vind ze echt wel super leuk. Ja, ik heb de zwarte genomen, maar ik ben er heel erg blij mee. Dus gewoon weer een leuk sneakertje voor de zomer erbij. Dus ja, heel blij mee in ieder geval. Blij dat ik ze heb besteld. Dus ja, super tof. Die zool vind ik trouwens ook wel grappig zo. Ja, zit echt super lekker. Dus die ga ik lekker dragen de komende zomer. Afwisselend met andere sneakers, maar ja, super leuk. Ik heb net lekker gegeten. Ik heb ook wel een lekkere middag gehad. Video opgenomen ging allemaal best wel vlot. Dus dat was wel fijn. Ik heb eventjes het micellairwater klaargezet. Want dat waren we weer vergeten dinsdag. Dus mijn coach komt dat zo eventjes gaan ophalen. Zelfs moet ze weer een week wachten. Dus ik had het eigenlijk al gelijk in de tas moeten doen. Maar ik ben het gewoon vergeten. Dus nou komt ze het zometeen eventjes ophalen.
Ik heb lekker eventjes. Ik heb eigenlijk vooral wat verhaaltjes geschreven en wat dingetjes bij elkaar gezocht die ik daarbij wil plakken. Dus ik heb niet echt getekend of gekleurd, maar eigenlijk voornamelijk ook wat dingen weer uit folders geknipt, zodat die weer weg konden. Dus eigenlijk meer daarmee bezig geweest, maar was op zich wel, wel goed. Dus het was wel fijn om daarmee bezig te zijn. Ik ga straks lekker douchen. Ik ga zo nog wel even relaxen en dus wachten even tot mijn coach er is. Dan ga ik straks... daarna ga ik lekker eten ook. Ik heb lekker shawarma's, daar heb ik wel zin in. Vanavond kijk ik Meester Frank Visser. En daarna ga ik even de politie-eenheid terugkijken van... wanneer was dat? Maandag. Ga ik dat eventjes terugkijken. En ga ik verder gewoon de foto's even bewerken. Even kijken of er nog wat nieuwe boeken online zijn gekomen. De nagellak gaat er nu wel af, want het is niet zo heel mooi meer. Je ziet hier vooral al best wel veel chips. Dus dat gaat er dan mooi af. En ik heb vanavond gewoon lekker weer mijn Netflix-serie. En wat heb ik nog meer? Flikken. Dus dat wordt het verder ook. Dus niet heel spectaculair, maar gewoon wel lekker relaxed. Nog even lekker gamen. Even kijken of ik Nathalie straks nog spreek hoe het daarmee gaat. Die is nu natuurlijk niet zo heel veel op de app nu ze zo ziek is. Dat is eigenlijk verder de planning. Dus wel een prima avondje. Ik ga jullie dan ook gewoon morgen weer zien. Want ik ga nu verder toch niks meer doen. Ik ben heel blij ook dat de video is opgenomen. Want dan kan ik die spulletjes ook lekker weer gaan gebruiken. Ik heb de glazen al klaarstaan. Die kunnen straks gelijk mooi met de afwas mee. Dus helemaal top. Goed, ik ga eventjes lekker relaxen en wachten op mijn coach. Dus ik zou bij deze zeggen tot morgen. Goedemiddag op deze vrijdag. Het is 8 april. Ik ben klaargemaakt. Ik heb niet zo lekker geslapen, want het was weer zover. Nachtmerries en zo. Ik kwam net super zielig nieuws binnen. Kleine lieve Lente heeft ook corona. Ze hebben een neuszuigertje, daar kunnen ze haar neusje mee uitzuigen. En dat hebben ze gebruikt voor een testje voor Lent. En helaas is die dus ook positief. Ze is er gelukkig niet heel ziek van. Want ze wilde gisteren ook wel weer een beetje spelen. Maar ze heeft dus toch ook corona. Dat is echt super sneu. Ik ga zometeen de vriezer eventjes ontdooien. Ik heb hem al uitgezet. Ik heb de bakken in de douche gezet. Dat is dan nog wel het voordeel van je douche beneden hebben. Dus ik heb daar gewoon even die bakken neergezet. En dan kan ik hem zometeen even gaan ontdooien. Niet het allerleukste klusje, maar het is wel even nodig. Dan kan ik het naar de bak even schoonmaken. En dan hoop ik dat het er weer een beetje snel terug in kan. Ik ga de bak ook even uitzoeken. Ik heb gisteravond naar Meester Frank Visser gekeken. Dat was weer, ging over een dakkapel. De buren zouden samen een dakkapel doen. Maar de buurman zag dat de buurman die dat dakkapel zou maken, zag dat zijn buurman naar de kroeg ging. Die beweerde dat de buurman tegen zijn bus had aangeplast. En nou, toen heeft hij gezegd, ik ga dat dak niet meer op. Dus puntje bepaaltjes hadden een dakkapel die niet af was, waar heel veel schimmel in zat. Nu zou die zoon het afmaken, want de buurman was dus niet verplicht om het af te maken. Hij heeft wel gezegd, ik wil je nog wel helpen door het materiaal wat ik nog heb staan, maar ik ga niet meer het dak op. Dus het was weer een beetje een trieste zaak. Ik heb daarna de politie-eenheid gekeken. Dat vind ik wel heel interessant. Ze hadden nu bijvoorbeeld een jongen op het station staande gehouden. Die had een heel groot mes bij zich. Toen vroegen ze ook van waarom heb je dat mes bij je? Ja, als ik dan een boom zie, dan kan ik een gat maken in een boom. Daar komt dan drinken uit. Maar toen zei de politieagent, dat is alleen in het voorjaar. Dat was op dat moment geen voorjaar. Dus het is een beetje raar dat je met zo'n mes op zak loopt. Mickey, doe ze even niet. Ik heb mijn foto's gedaan. Ze zijn nog niet helemaal af. Dus daar ga ik vanavond nog even mee verder. En dat was het ook wel. Ik heb even lekker gegamed. En toen ben ik mijn Netflix-serie gaan kijken. Wordt steeds spannender. De politieagent in deze is ook echt wel heel corrupt. Dat is echt een nare man. Want die probeert gewoon de schuld in iemands schoenen te schuiven die het helemaal niet gedaan heeft. En daarna had ik flikken. Dus dat was het ook wel. Ik ga nu even stofzuigen. Ik ga even de kleding in de was doen. En dan ga ik daarna eventjes jullie erbij zetten als ik de vriezer ga doen. Dus dat is voor nu even de planning. Dus tijd om eventjes aan de gang te gaan. Thank you.
Zo, de katjes hebben lekker gegeten. Ik heb de vriezer lekker klaar. Ik zie er altijd heel erg tegenop om het te doen. Maar als ik eigenlijk eenmaal mee bezig ben, dan ging het ook wel. Ik had nu natuurlijk de bakken er al even uit zijn. Dus hij was al een beetje begonnen met ontdooien. Maar eigenlijk als je die föhn erop zet, dat werkt echt als een malle. Want het smelt zo weg. Dus ja, eigenlijk heeft het me niet heel veel moeite gekost. Maar nou ja, het zijn toch altijd de minder leuke klusjes. Maar wel belangrijk om bij te houden. Dus hij is nu in ieder geval weer helemaal ontdooid. Dus dat is heel fijn. Ik heb zelfs nog even kunnen bullet journalen. Ik heb even een verhaaltje geschreven voor februari. En daar even wat plaatjes bij gezocht. Tegenwoordig doe ik de, als ik er nog niet aan toe ben om ze in te plakken, doe ik ze even in een doorzichtig mapje. De plaatjes die ik erbij wil hebben, doe ik even op een paperclipje. En dan is het eigenlijk ja, een soort van mooi bij elkaar. En dan kan ik het er zo uithalen. Dus dat is op zich wel handig, vind ik zelf. Maar ik ben wel tevreden dat het weer gelukt is. Dus dat is fijn. Het viel ook nog best wel mee hoe nat het was. Dus ik heb alles op een gegeven moment gewoon zelfs even de dweil er doorheen gehaald. Dus alles is weer klaar. En ik ben wel weer heel erg blij. Ja, het beste zou natuurlijk zijn als je je vriezer gewoon in de schuur hebt. Want dan is het ook niet zo erg als het nat wordt. Op je laminaat is het natuurlijk minder. Maar ja goed, die luxe die heb ik gewoon niet. Dat je een schuur hebt omdat je geen, natuurlijk geen tuin hebt. En als je een schuur achter je huis hebt is dat toch ook anders. Maar goed, het is voor nu weer klaar. Ik ga zo even lekker relaxen. De katten hebben net een eten op. Ik heb nu het eten van Albert Heijn gegeven. Volgens mij valt het wel in de smaak. Want ze hebben er wel van genoten. Ik ga straks lekker douchen en eten. Vanavond ga ik de Alles Kunnen Fitma kijken. Want ja, Flikker Maastricht is natuurlijk afgelopen. Dan kan ik daarna mooi eventjes Nieuw Amsterdam kijken. Er begint ook een nieuwe serie op Veronica vanavond. De Kraak, die heb ik opgenomen, want die lijkt me wel spannend. Ik zag het voorstukje, ik dacht, hey, ziet er best spannend uit. Dus die heb ik dan even opgenomen. Verder ga ik even de video in elkaar zetten, mijn blogpost schrijven, even die laatste foto's afmaken. Ik weet niet of ik nog een Bonnie en Clyde heb, want ik zag dat die weer bij aflevering 1 begon. Dus ik moet even kijken of ik nog afleveringen heb en anders zoek ik even iets anders op. Maar ik ga natuurlijk ook gewoon weer kijken naar mijn Netflix serie, dus dat wordt het dan ook. Ik ga jullie in ieder geval morgen weer zien, want ik ga nu verder toch niks meer doen. Even lekker relaxen, mijn rug doet nu een beetje zeer omdat ik veel gebukt heb, maar dat is wel logisch. Dus ik zou bij deze in ieder geval zeggen tot morgen. Een hele goede middag op deze zaterdag. Het is 9 april. Ik ben klaargemaakt. Nou, toen ik opkwam was mijn chocola weer eens leeggetrokken en ik heb het gevoel dat Muis het heeft gedaan. Want Muis die zat gisteren ook steeds bij de chocola. En ik heb mijn sokken dus in een kast van Ikea. En hun kunnen dus zelf die lades opentrekken met hun pootjes. Ze hebben best wel veel kracht. Dus elke keer liggen de sokken door de gang heen. Dus ik heb hem nu weer goed in gedaan. Dus ik hoop dat je er nu vanaf blijft, hè, Muisje. Hé, je moet niet aan de sokken. Oh, kom maar. Kom maar laten zien dat je er bent. Kom. Hier is ze. Hé, kleine sokkensteler. Niet aan de sokken. Nou, ik moest gisteravond best wel even wennen. Ook weer zonder Flikker, moet ik zeggen. Ik ja, vond het wel heel vreemd. Maar ik heb wel lekker de Alles Kunnen gekeken. Dat was ook wel weer leuk. Daarna heb ik Nieuw Amsterdam gekeken. Ja, ik vind het nog steeds wel een goede serie. Maar wat ik vorige week ook al zei, de veranderingen zijn iets minder. Daarna heb ik mijn blogpost geschreven, de video in elkaar gezet. Ik moet niezen. Zo. En nou, dat was allemaal wel gelukt. En toen ben ik de Netflix-serie gaan kijken. Dus dat was ook wel weer heel mooi. Daarna Bonnie en Clyde, want ik had dus nog 2 afleveringen. Dus vanavond de laatste. Nu wordt er ook pas een beetje duidelijk wat er is gebeurd vroeger, zeg maar. Maar ik weet nog steeds niet waarvoor zij nou precies vast zat. Dus ik hoop ergens dat me dat nog duidelijk wordt, maar dat weet ik dus niet. Het is wel weer koud, het regent, het hagelde net ook eventjes. Dat dacht ik wel eventjes van, oeh. Nou ja, goed. Geeft op zich niet. Ja, het is wat het is. Ik vind het ook wel gezellig, het weer. Als maar niet 's middags dan, of en s'avonds die zon er weer doorheen komt. Daar heb ik zo'n hekel aan als rond een uurtje of 7, 7:30 die zon er nog weer even doorheen komt. Ik kan dat niet handelen. Ik vind dat zo vervelend. Maar ja, goed. Die tijd gaan we natuurlijk wel weer in, helaas.
En ik zeg helaas, want ik heb daar helemaal niks mee. Maar goed, dat is iedereen weer, voor iedereen weer persoonlijk. Ik ga zo even een handwasje draaien. Ik ga even lekker mijn kwasten wassen, want die zijn ook alweer toe aan een schoonmaakbeurtje. En ik hoop eigenlijk nog even wat op te ruimen. En dan ga ik nog even bulletjes. Dus niet een hele spannende planning of zo, maar gewoon even wat dingetjes die hier moeten gebeuren. Ik denk zo nog even een aspirintje nemen. Ik heb een beetje lichte hoofdpijn. Dus dat is ook niet heel erg fijn. Dus ik ga jullie gewoon weer meenemen. Dus ja, tijd om eventjes wat te gaan doen. Trouwens, dit jurkje nog gehaald bij de Zeeman. Ik vond hem wel leuk. Ze hadden hem ook in het zwart, maar ik dacht ik ga een keer voor geel, een keer wat anders. Dus die ga ik nu gelijk ook even in de handwas doen. Maar ik vond hem wel leuk. Er staan een soort van bloemetjes op patroontje. Dus ik vind hem wel heel leuk. Het is hier inmiddels alweer een vrij donkere lucht verschijnt. Dus ik denk dat er zo wel weer op neerslag uitkomt. Ik heb nog even lekker bullet journaled. Even het boek voor mijn blog en YouTube er even bij gewerkt. Voorkant afgemaakt. Dus was op zich wel even relaxed. Nu ga ik soms eventjes lekker relaxen. Ik heb boven ook nog het een en het ander al opgeruimd. De action spullen, dus dat was ook wel fijn. Dan ga ik straks even lekker douchen en eten. Vanavond begint een nieuw seizoen van Oh, wat een jaar. Dat vind ik wel leuk. Dat ga ik lekker kijken. En dat ik daarna even het jaar van Fortuin ga kijken. Want morgen begint er een nieuw seizoen van Undercover in Nederland. Vind ik ook altijd wel interessant om te zien. En ik ga vanavond gewoon verder de vlog al voor een groot deel in elkaar zetten. Ik ga verder ook nog eventjes lekker de Netflix-serie verder kijken. En dan de laatste aflevering van Bonnie en Clyde, dus dat is het verder ook wel. Dus niet heel veel bijzonders of zo. Maar gewoon in ieder geval straks lekker de verwarming wat aan. Lekker vanavond een bakje koffie. Dus dat is altijd wel lekker. Ja, verder ook eigenlijk niet heel veel meer te vertellen. Dus ik ga jullie dan ook gewoon morgen weer zien. Want ik ga nu verder niks meer doen. Ik heb een pen laten vallen en ik kan hem niet vinden. Dus die zal eerder wel tevoorschijn komen, hoop ik. Ik kan even kijken. Nee, ik kan bijna niet in de kattenbak zijn beland. Maar ik kan even kijken voor de zekerheid. Want anders zit die straks natuurlijk helemaal onder het kattengrit en hun uitwerpselen. Dus dat is niet de bedoeling. Dat ga ik eventjes doen en dan ga ik even lekker relaxen. Dus ik zou bij deze zeggen tot morgen. Een hele goede middag op deze zondag. Het is 10 april. En ik zit even lekker op de bank. Ik zat net even met Mickey te knuffelen. Die zat te kriebelen met haar oortje tegen mijn lip. Dat voelde best wel grappig. Want Mickey heeft hele zachte oortjes. En voelde best grappig. Ze zit zich nu te wassen. Ik had gisteravond 2 schermen, want Alex moest ook spelen. We hebben wel weer gewonnen, maar het was niet fantastisch. 2-1. Was niet het beste, wat ik wel heel mooi vond. Ze hadden een shirt aan met sterkte Louis toen ze opkwamen, omdat Louis van Gaal dus ziek is. Hij zat zelf ook bij de wedstrijd. Dat vond ik wel een heel mooi gezicht. Maar ik hou een beetje mijn hart vast. Volgende week hebben we PSV. Dus ja, de nummers 1 en 2 tegen elkaar. En ja, hoe Ajax nu speelt, zie ik dat nog niet echt gebeuren. Maar dat zien we volgende week. Ik heb lekker naar Al wat een jaar gekeken. Dat was echt super leuk. Het was het jaar 2007. Ik moet wel even wennen. Daar gaat het dan in mijn hoofd fout. Want Carlo en Ruben waren van bank gewisseld. Normaal zat Ruben rechts, Carlo links. En nu zaten ze dus... Ruben zat...
rechts en Carlo, links en Carlo rechts. En dat ging eventjes in mijn hoofd niet helemaal lekker of zo. Dat ben ik niet zo gewend, maar het was wel heel leuk. Ik wist ook nog best wel veel van 2007, dus dat was wel leuk. Daarna heb ik even het jaar van Fortuin gekeken. Dat was ook wel heel erg mooi. Ik heb de vlog voor het grootste gedeelte al afgemaakt. Toen ben ik lekker mijn Netflix-serie gaan kijken. Was ook wel weer heel spannend. En daarna had ik de laatste Bonnie en Clyde. Dus nou, dat was het verder ook wel. Ik heb al eventjes de GFT-kliko aan de weg gezet. Die wordt morgen geleegd. Dus die zet ik altijd dan op zondag al aan de weg. Ik dacht eigenlijk dat het warmer zou zijn, maar het is toch nog best wel fris. Dus ik heb lekker mijn vest aan. Het is wel droog, maar het is nog niet super warm of zo. Ik ga zo eventjes stofzuigen en de groenten afhalen. Uiteraard is het vandaag de dag om foto's te maken. Dus daar ga ik zo ook eventjes voor zitten. Eventjes kijken wat ik wil fotograferen. En ja, dat is het eigenlijk ook wel. Dus niet een hele spannende planning of zo. Maar gewoon lekker relaxed. Dus dat ga ik zo eerst eventjes doen. Want ja, dat moet ook weer eventjes gebeuren. Dus ik laat je straks even de fotospullen zien. Maar ik ga nu eerst eventjes wat doen. Ik heb hier de fotospullen. Ik heb hier allereerst een Wear It Nude Skin Correcting CC Cream met Long Lasting Hydration en SPF 20 van Kruidvat Anti-Dulness. Ik heb hier drie lipsticks. Ik heb hier de 160, dat zijn de Gel Plumping Lipsticks. Ik heb de 170 en de 160. En het Bronze This Way oogschaduwpalet van Essence. Dus hier ga ik mooi eventjes foto's van maken. Dan is dat ook mooi weer klaar. Nou, zo gaat het dus. Ik zit dus mijn foto's te maken. En zij gaat er gewoon steeds voor liggen en bij liggen en instaan. Dus zo gaat het elke week. Dus daarom wordt het elke keer wel weer lastig om foto's te maken. Dus ik moet er de hele tijd weghalen. Maar ja. Waarom doe je dat? Nee. Kom, eraf. Zo lastig dit, hè? Maar ja. Ze is er gewoon graag bij. Maar het maakt het er niet makkelijker op, kan ik je zeggen. Zo, klaar met alles. Het foto's maken ging best wel vlot. Behalve dan dat tijgertje steeds een beetje kwam klieren. Maar ik ben het op zich gewend. Ik heb de foto's ook al geüpload. En even wat administratieve dingetjes gedaan die ik op de laptop moest doen. Dat was nu wel even fijn, want hij stond op tafel. Zat ik er even wat beter voor. Dat is ook mooi de deur uit. Dus dat is ook wel weer fijn. Ik heb nog even een kaartje opgehangen. Want mijn moeder had mij een kaartje gestuurd van de week. Heel leuk deze. Met voor jou doe ik op. Ik denk, nou, die kan ik hier wel even ophangen. Vond ik wel gezellig. Dus die hangt ook even leuk. En nou ja, de groenten zijn ook gewoon afgehaald. Dus eigenlijk wat dat betreft was het wel een prima zondagje. Ik wil erboven nog wel wat doen. Ik heb wel iets gedaan, maar het is niet heel veel geworden. Ik wilde eigenlijk met dat hok beginnen. Maar ik zag even door de boom het bos niet meer. Ik denk, nou, laat maar eventjes. Toen heb ik boven gewoon even het een en het ander op die kamer even een beetje opgeruimd. Was ook prima, maar op zich was het zo wel een lekker zondagje. Gewoon niet al te druk geweest, maar gewoon even lekker wat dingetjes. De lampen moeten nog opgeruimd worden. Ik hoop dat die zo afgekoeld zijn. Ik moet eventjes de batterij van mijn spiegelreflex opladen, want die was bijna leeg. En anders kan ik volgende week geen foto's maken. Dus nou ja, dat. Ik ga zo in ieder geval nog even lekker relaxen. Dan ga ik straks lekker douchen en eten. Vanavond begint er een nieuw seizoen van Alberto Stegenman. Daar heb ik heel veel zin in, want het wordt heel erg spannend, schijnt het te worden. Dus daar ben ik heel benieuwd naar. Daarna Million Dollar Island. Ik ga even mijn nagels doen en nog eventjes lekker gamen. Ik ga foto's bewerken. Ik wil eigenlijk nog even een persartikel klaarzetten. En vanavond ga ik gewoon weer lekker verder met mijn Netflix-serie. En vanavond is weer tijd voor Flikken. Dus ja, niet een hele spannende avond, maar ik heb er wel zin in. Ook wel leuk, gewoon even weer zoals Albert Stegeman. Ik vind het altijd wel heel interessant, dus ga ik lekker naar kijken. Dus ik ga even de laatste dingetjes opruimen en dan ga ik even lekker relaxen. En dan zie ik jullie bij deze gewoon morgen weer. Dus ik zou zeggen, tot morgen. Een hele goede middag op deze maandag. Het is 11 april, ik ben klaargemaakt. Ik heb een van de nieuwe lipsticks op die ik gisteren heb gefotografeerd. Hij komt op camera vrij licht over, maar ik vind hem best wel mooi, want er zit een heel mooi glittertje in. Dat vind ik zelf dan wel weer leuk. Dus ja, ik heb wel lekker een trui aan, want ik heb het best wel koud. Het is niet heel verkeerd weer. Het zonnetje schijnt wel licht, maar het is nog best wel fris. En er is ook gezegd in het nieuws dat er van de week weer Sahara-zand komt en regen. Dus het is, ja, het is allemaal even afwachten. Dus vandaar maar eventjes een trui. Ik heb gisteravond naar Alberto Stegeman zitten kijken en ik heb echt met stomheid geslagen, verbazing zitten kijken.
Dit ging over een man. Alberto heeft hem eerder geconfronteerd in 2020 en hij viel mij toen vooral op omdat hij heel veel tatoeages had en een bloempotkapsel. Dus ik wist nog wel precies waar dit over ging, maar je zag wel wat terugblikken. Hij is indertijd aangesproken op het feit dat hij vakantiehuizen zou verhuren. Mensen betaalden daarvoor, ze konden nooit zo'n huisje in. Nou, hetzelfde gold eigenlijk voor voetbalkaartjes. Hij bood voetbalkaartjes aan en hij gaf zich uit voor spelersmakelaar. Mensen kochten een kaartje bij deze man. Daarna werden ze gewoon geblokkeerd. Ze kregen nooit een kaartje. Ik denk dat dat waren al hele erge dingen, maar ik denk wat ik nog wel het aangrijpendst vond, is dat hij zei dat hij een stichting had voor zieke kinderen. En dan sprak hij dus spelers aan. En dan zei hij van, ja, hè, ik heb een stichting en zou je je shirtje willen doneren? Nou, heel veel spelers hebben dus een shirtje gedoneerd, want ja, daar zijn toch mensen snel gevoelig voor. Tegenwoordig is het zo dat ze hun shirtje uit eigen zak moeten betalen. Als hun er dus voor kiezen om een shirtje weg te geven in het publiek bijvoorbeeld, moeten ze wel zelf de kosten van zo'n shirt vergoeden. Nou ja, goed, weet je, vaak maakt het die spelers niet zoveel uit. Ze hebben een mooi salaris, dus dan maakt hun zo'n shirtje de kosten ook niet zoveel uit. Maar goed, de hoop was dus dat hij het na deze confrontatie op zou geven. Dat heeft hij niet gedaan. Hij is doorgegaan met zijn oplichterij. Hij heeft zijn toenmalige vriendin heel erg naar behandeld. Daar heeft hij zelfs een prijs voor op haar hoofd gezet. Inmiddels waren ze uit elkaar, maar ze had wel een kind van hem. Nou, allemaal heel heftig. Maar er stond dus een celstraf open voor deze man van 15 maanden. En uiteindelijk had hij zijn onderdak gezocht in België. Daar hebben ze hem beter op te sporen en met behulp van de politie hebben ze hem dus wel kunnen laten arresteren. Maar ik vond het wel heel spannend. Ik vind het leuk dat het weer begonnen is, omdat ik dit soort uitzendingen altijd heel erg interessant vind. Daarna Million Dollar Island gekeken, daar is ook heel veel veranderd, weer heel wat mensen weg. Maar ook, ja, de D-Day kwam er ineens aan, dus nou, was ook wel spannend. Volgende week weer verder. Ik heb mijn nagels gelakt, je ziet het al, lila. En dat is deze kleur van de Hop Hop Hooray. Dit is de kleur 04 Lavender Boutique. Zeg ik dat goed? Nee, Lavender Bouquet. Sorry. Dus die heb ik opgedaan. Is wel leuk. Beetje lenteachtig. Nou, ik heb mijn foto's klaargemaakt. Ik heb mijn Netflix-serie gekeken en daarna weer flikken. Dus dat was het ook wel. Ik ga hier zo aan de gang. De kattenbakken moeten gedaan worden. De douche de gang. En ik moet ook even een was aanzetten, want die is ook wel even hoog nodig. Maar ik heb nog een handige tip voor jullie en die wil ik even met jullie delen. Nou, daar komt hij, de tip van Flip. Ik vind hem zelf heel handig. Ik heb hier een Slimpie staan. Trouwens, deze is heel erg lekker, maar goed, dat terzijde. Je kent het vast wel dat als je een flesje amaklimonade hebt of een flesje olie, waarschijnlijk is olie niet het beste voorbeeld, aangezien zonnebloemolie echt nergens meer te koop is, zit er zo'n lipje op wat je eraf trekt om het flesje open te maken. Kijk, dat is dit lipje. Ik denk niet dat ik hem er nog uit krijg. Nou, dat lipje trek je eraf en dan heb je zo'n ringetje, dat trek je hem af en die gooide ik altijd weg. Maar ik kwam erachter dat dit lipje dus een doel heeft. Als je hem namelijk omgekeerd in het flesje doet, dus met het ringetje naar beneden, dan krijg je een soort afdekdopje, zoals je kan zien. En hierdoor wordt je aanmaak dus gedoseerd, of je olie. Dus hierdoor komt er eigenlijk niet te veel van je drinken in je glas. En doe je veel langer met je product. Dus dat lipje heeft wel degelijk een functie. Dus die wilde ik even met jullie delen. Misschien ken je hem al. Maar ik vind hem zelf heel handig. En ik zal vanaf nu af aan geen lipjes meer weggooien. Oh,
Nou, ik ben weer klaar. Ik heb even een ander vest aangedaan, want ik had het zo warm gekregen met die trui. Ik dacht op een gegeven moment gewoon bijna dat ik koorts had. Nou, even opgemeten. Helemaal niks. Maar ik was heel traag vandaag. Ik heb alles echt op mijn gemakje gedaan. Dat doe ik altijd wel, maar normaal heb ik gewoon wat meer de beuk in, zeg maar. Dat lukte nu gewoon op een of andere manier niet. Ik snapte het niet helemaal. Ja, dan ben je in de douche bezig en dan komen de katten weer aangelopen. En dan heb je weer van die vieze haartjes op je vloer, die je dan net hebt gedweld. Dus dan kan je het allemaal weer naar de douche dweilen. Maar ja, gewoon ook de kattenbak schoonmaken. Het ging gewoon allemaal een beetje trager vandaag. Dus ik weet niet wat het is. Het is ook niet erg. Ik bedoel, ik heb de tijd aan mezelf. Ik was niet puntje bij paaltje nog 10 over 4 klaar. Dus prima op zich. Toen kon ik nog even een spelletje doen. En toen heb ik hun eten gegeven. Dus nou ja, het viel me gewoon trager dan normaal. Maar goed, soms heb je van die dagen. De was die staat al klaar in de droger. Die kan ik zo aanzetten. Die was ook al mooi klaar. Dus dat scheelt weer. Alles is in ieder geval voor nu weer eventjes aan kant. Dus dat is ook wel weer lekker. Alles is van zijn plek geweest. Ik ga zo nog even lekker relaxen. Want daar heb ik wel even zin in. En dan ga ik straks lekker douchen en eten. Vanavond heb je uitstel van executie. Volgens mij best wel een mooie aflevering. Of in ieder geval aangrijpend, moet ik zeggen. Ik ga de meiootjes kijken natuurlijk. Verder ga ik eventjes mijn blogpost schrijven. Ik wil nog even wat nieuwe boeken doen op mijn e-reader. Want ik ben weer door mijn boekenreeks nu heen. Ging iets sneller dan verwacht. Maakt niet uit. En dan kan ik vanavond weer een nieuw boek starten. Verder ga ik sowieso mijn Netflix-serie kijken. En Flikker, dus dat wordt het ook. Dus verder niet heel erg veel spannends of zo. Dus ik ga dat nu eventjes doen. Ik ga ook even wat drinken. Ik heb een beetje een droge keel. En dan zie ik jullie gewoon morgen weer. Goedemiddag. Het is vandaag dinsdag. Het is 12 april. Ik ben klaargemaakt. Ik heb het wel een beetje koud. Ik dacht, het wordt vandaag best wel warm, zeiden ze. Maar het is best wel fris, moet ik zeggen. Ik heb al boodschappen gedaan. Het ging allemaal een beetje anders. Ik zou eigenlijk vanmiddag naar mijn oma toe gaan. Want eindelijk kon het weer. Je mocht er weer met meerdere mensen bij. Het was alweer een tijdje geleden. Maar het was eerst een beetje onzeker of we konden. Want oma was vorige week een beetje grieperig. Maar eigenlijk zondag was ze wel weer redelijk opgeknapt. Toen had ze ook gezegd dat ze het heel leuk zou vinden als ik zou komen. Dus ik had mijn coach geappt van nou, we kunnen er gewoon heen. Toen appte ze mij dus gisterochtend van ja, gaat niet, want ze was grieperig en ziek. En ja, dan wilde ze niet naar mijn oma toe, logisch. Nou, prima. Dus dat werd hem niet. Nou, toen hebben we... Maar toen kon ze dus ook niet komen voor de boodschappen. Gelukkig kon mijn vader wel komen, dus ik heb nu de boodschappen al binnen. Ik zal jullie ook nog even laten zien. Ik ben nog even door de winkel heen gegaan, ook met filmen natuurlijk. Dus dat zal ik jullie ook even laten zien. En dan zal ik daarna even de boodschappen laten zien. Dus ja, dat was wel jammer dat ik niet kon gaan. Ik baalde er wel heel erg van. Maar ja, het is even wat het is. Je moet ook niet met griepverschijnselen gaan. Want ja, als iemand al... Ja, dan steek je elkaar alleen maar aan. Dus vandaar dat ik al boodschappen heb gedaan. Gisteravond heb ik naar uitstel van executie gekeken. Het was wel een hele aangrijpende uitzending. Vond ik echt wel, ja, best wel aangrijpend. Maar daarna de Meilandjes gekeken en toen moest ik wel weer heel erg lachen. Dat was wel weer heel erg grappig. En toen daarna heb ik mijn artikeltje geschreven. Ik heb wat nieuwe boeken op mijn e-reader gegooid. Toen ben ik mijn Netflix-serie gaan kijken. Dat was ook wel weer heel spannend. En daarna had ik Flikken. Zo grappig, ik had net nog eventjes naar waar mijn oma zit gebeld dat ik niet zou komen. Ze zei, ja, vanmorgen had ook al iemand gebeld. Dus mijn moeder had blijkbaar dus ook al gebeld, maar dat wist ik niet. Had ze vergeten te appen, maar geef niet. Dan hadden we 2 keer. Dus dat was het eigenlijk ook wel. Dus niet heel veel spectaculairs. Ik zal jullie eventjes laten zien hoe ik door de winkel ben gegaan. Het was een beetje vervelend. Bij de Boni was de koeling kapot. Dus het was echt een beetje naar. Maar goed, ik heb... Ik heb het wel kunnen halen, alleen de patat hadden ze niet. Dus die heb ik bij een andere winkel gehaald. Ik ga het jullie even laten zien en dan zal ik eventjes de boodschap aan jullie laten zien.
Nou, er is niet heel veel meer over van wat er in de tas zit. Want ik had dus ook wat vriezerspullen en wat koelkastspullen. En die heb ik al gelijk ingezet. Maar ik laat jullie even zien wat ik nog wel over heb. Dus het is niet superveel. Ik heb dus veel meer gehaald. Maar goed, dat zit er dus niet meer in. Ik heb toiletpapier. Want ja, dat gaat er doorheen. Even kijken hoor. Dan heb ik magone, maar ik heb een kapotte zak. Dus dat is even minder. Zaterdag komt de familie. Dus ik wilde eigenlijk bij de Boni hadden ze de Hero-kastjes in de aanbieding. Ik weet dat Nathie die heel lekker vindt, die wilde ik halen. Maar nu heb ik maar 2 keer een sixpackje met gewoon blikjes gedaan. Want ja, dat was allemaal al op. Het was gewoon echt een beetje lullig bij de Boni. Ik heb voor oma een zakje drop meegenomen. Ik hoop dat ik volgende week kan gaan. Dan heb ik ook in ieder geval iets om mee te nemen. Ik heb koffiemelkcupjes gehaald. Ik had nog een beestje en ik ben maar gegaan voor Faya varken. Want er lag niet zo heel veel meer. Faya varken. Slechte ervaring met Faya. Tot nu toe. Toen we naar mijn vaders verjaardag gingen, had Nathalie dit beestje ook meegenomen voor Lent. Want Lent had deze ook. En die gooide hem tegen mijn hoofd aan. Dus varkentje is best wel hard. Maar ze zijn allemaal hard. Maar hij heeft wel een heel grappig staartje. Dus deze. Een sixpackje met bier. Maar het is allemaal vernieuwd. Het is allemaal kordaat geworden. Ja, ik koop nooit bier. Want ja, ik drink het niet. Dus dat is goed. Nou. Nog een sixpackje dus met kassus. Een zakje pinda's. Ook voor zaterdag. Een pak Chocomel. Voor mezelf heb ik een Apple Bandit meegenomen. Ik ben altijd heel erg dol geweest op Chills, maar die is er niet meer. Het is allemaal Apple Bandit geworden. Dan heb ik nog kattenvoer in de aanbieding. Wijn. Dat is ook voor zaterdag. En een bus slagroom. Ja, dus dat was het even voor nu. Ik heb dus ook nog vlees gekocht en vriezerspullen. Ook wat spullen voor de taart. Maar goed, dat is dus allemaal al opgeruimd. Dus dat heb ik allemaal niet meer hier staan. Ik ga dit zo even opruimen. En dan ga ik denk ik boven nog eventjes wat doen. En dan straks nog maar even bullet journalen. Want verder heb ik niet zo heel veel meer te doen. Maar dan kan ik dit in ieder geval even mooi opruimen. Ik moet hier eerst even stofzuigen. Want het is natuurlijk wel weer een beetje een bende. Dus dat ga ik nu eventjes doen. Ik kan nog even de was opvouwen. Die hangt er ook nog. Dus ik heb best nog even wat dingetjes te doen. Dus ik ga eventjes aan de gang. Ik was vergeten de chocoladereep te laten zien. Die had ik dus ook gehad. Want ik ga weer een mousse maken van het weekend. Dus heb ik er even chocola van meegenomen. Dus die zat ook nog onder in de tas. Die had ik even niet meer gezien. Zo, inmiddels is alles netjes opgeruimd. Dus dat is wel heel fijn. Ik heb alle boodschappen al op zijn plek staan. Ik heb eventjes boven de verjaardagspullen allemaal even in een doos gestopt. Dan kan die ook even apart staan. Want ja, dat heb je toch maar 1 keer per jaar nodig. Dat is ook wel even fijn. Ik ben daarna nog even lekker gaan bullet journalen. Even wat dingen ingekleurd. En nou, wat dingen afgetekend. Dus dat was op zich wel relaxed. De katjes hebben net lekker hun eten op. Dus ja, dat was het eigenlijk ook wel. Het was verder niet, niet een hele bijzondere middag. Maar gewoon een beetje relaxed. En dat is op zich ook wel lekker. Ik ga soms in ieder geval eventjes lekker relaxen. Dan ga ik straks douchen en lekker eten. Vanavond heb je weer Married at First Sight. Dat ga ik kijken. Dus ik ben wel benieuwd hoe dat weer verder afstoomt. Nieuw Amsterdam heb ik al opgenomen. Dus dat kan ik niet meer vergeten. Dat is ook wel fijn. Verder ga ik vanavond de vlog afmaken. Ga ik eventjes een... Wat ga ik doen? Een video, foto's bewerken, dat wou ik zeggen. Ga ik lekker verder met mijn Netflix-serie. En dat is het ook wel. Vanavond weer een flikker. Dus dat is eigenlijk voor nu ook wel de planning. Dus niet heel veel bijzonders verder meer. Ik ga bij deze dan ook gewoon de weekvlog afsluiten. Ik hoop in ieder geval dat je het weer leuk vond om te zien. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je gratis abonneren door op het rondje met mijn gezicht te drukken of op mijn kanaal zelf. Daar staat een rode button. Daarnaast vind je ook een belletje en als je die aanklikt krijg je een melding zodra er een nieuwe video van mij online verschijnt. Vond je deze video leuk, doe dan zeker even je duimpje omhoog. Voor nu wil ik je in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken en hoop ik je bij een volgende video weer te mogen zien. Doeg!